Oké, dit wordt een hele leuke voor mij. Want ik heb mij dus nu geofferd dat ik dus nou helemaal niks mag doen. Dat ik het aan hem overlaat. Hey, Lovely. Kom eens. Lukt het al een beetje? Je moet het wel goed doen natuurlijk. Geen zin. Dus ik mag ook de hele weg er ook niks over zeggen. Dus dat is het moeilijkste voor mij. En dat vindt hij heel leuk. Want, waarom vind je dat leuk? Jij bemoeit je overal altijd alles mee. Ja, leuk hè? En nou mag ook niet van jezelf. Kom. Nee. Maar ik neem wel en mijn eigen huissleutels mee. Yes. Dat wel. Yes. Toch wel. En vergeet niet... belletje aan te doen, blijf je wel. Hij altijd weer met zijn grappen. Dus ik ga jullie even meenemen hoe de ritueel er aan toe gaat met honden uitlaten. Honden uitlaten? Ja. Vergeet je lampje niet? Nee, die vergeet ik niet, nee. Kom maar, mee. Ja, dat zijn nog allemaal kerstspullen, die gaan ook nog allemaal weg. Dat kun je wel, hè? Als jij het zegt. Ja, en ik kan misschien heel veel commentaar krijgen en dat er allemaal puppy via de trap naar beneden gaat, maar we hebben goedkeuring. En van de dierenarts. Ja, en anders kijk ik. Dus weer van puppy, want ik ben het open. Ik zal hem wel dus af en toe wat vragen stellen. Mag dat niet? Oh, dat is jammer. Ja. Toch wel. Dat is leuk. Ja. Dit is eigenlijk wel grappig om mensen. Normaal dan, en dan heb ik overal wat op te melden. En te zaniken en te zeiken. En dat heb ik dus nou gezegd en dat ik dus dat dus nu niet ga doen. Dat en dat het aan nu aan hem is. Ja. Alleen, ik loop wel mee. Alleen het is nu ook aan hem van om te kijken of er geen honden zo meteen aankomen. Of wel of niet. Of dat hij het wel loslaat of niet loslaat. Dat is aan hem. Nee, blij. Kom. Laat het gaan. Toch wel? Ja. Mooi. Jij dan? Jij bent er niet. Nee. Moet ik het wel doen? Ja. Ik ben. Nee. Stel je het er echt niet zou zijn. Nog even en je hebt volgende week 's nachts eventjes 2 honden. Ja, ja. Is leuk. Is grappig. Of vind je het nu al helemaal niks?
Niet bij dat raam. Je weet. Toch. Waarom? Nee. Sorry, maar dit vind ik echt leuk, want ik ga ze gewoon filmen. Ja, jullie zien er helemaal niks van. Nee. Maar hij staat dus daar. Waar sta je? Ik zie je niet. Zwaai eens. Ja. Hoe vind je het nu en dat ik dus helemaal eigenlijk niks zeg? Helemaal geweldig. Want? Dat moet ik vaker doen. Want? Tenminste niet dat commentaar iedere keer. Van je moet dit niet doen, je moet dat niet doen. Leuk hè? Ik zie het even. Dat is mooi. Fluffy. Kom mee. Niet luisteren. Kom mee. Oh, ja. Dat is nog veel interessanter. Ga naar mama toe, die er niet is. Fluffy, kom. Ja, doe maar. Loop maar. Wat is er? Ja.
middelste wiel draait, hoor. Hm? Ja. Hoe vind je dit nou? Ja, klopt. Maar hoe vind je dit nou? Twee honden uit te laten? Ja, ik ga je niet meer van kijken. Jo. Ja, Emma, dat is mijn fout. Dat merk ik weer. Dat dit ook met werk te maken heeft. Yep. Een klein hondje van bijna maandag. Maandag is de 7e. Ja, 8 januari is 11 weken. En dan al zoveel kracht hebben. Teveel. Beetje te veel en voor het groeien, hè, maat? Ja. Beetje dappel is. Hè? Huh? Beetje dappel is. Ja. Zit. En blijf. En niet verder gaan. Los. Los. Deze kant. Lof. Ja. Ik let ook op de roer. Daar niet van. Vooral hier. Dat is wel leuk. Plussen erin, plussen erin. Hij is gelijk de zwemdiploma beter pakken. Uh-huh. Weet ik niet. Daarom juist. Ik weet dus niet wat... We weten niet wat zij gaat doen als zij er nou in gaat pleuren. Straks. Misschien. Vandaag. Morgen. Over een week. Dat weten we dus niet. Daar komen we vanzelf een keertje achter. En anders vis ik haar er wel uit hoor. Dat maakt me helemaal niet uit. Want ze heeft al de zwemdiploma aan te pakken. Moet ik even kijken wanneer dat ook weer was. Nee, dat staat nog niet in het boekje. Maar dat heb ik toen nog wel volgens mij naar jou geappt of zo. Moet ik even weer terugkijken. Want dat was nog net voor de kerstdagen of zo. Okay. Moet ik even weer kijken. Ja, jullie zien nou eigenlijk helemaal niks, alleen maar een beetje zwart en met reflecterende dingen. Ja, mm-hmm. Ja. Weet je waar ze zit? Ja, daarom. Kiekeboe! Dat wou ik even zeggen, kiekeboe. Als je erin valt, joh, dan ga ik lachen. Ik. En dan gewoon meenemen en thuis lekker... Onder een straal. Oh, lekker. Warm en schoon. Hè? Warm en schoon. Ja. Of jullie het zien, maar hoe bedoel je blauw? Dan maar even een duimpje.
Ja. Ik weet niet wat ze met water heeft, maar dat vindt ze onwijs leuk. Ja, je hebt daar iets wat je maakt geluid. Daar ging je bijna, hè, maat? Bijna. Bijna het water in. Boemen zo en plonsen ze water. En dan is het zwemmen geblazen. Boemen zo en plonsen ze water en dan is het zwemmen geblazen. En dat remt ook nog. Hè? Takje, takje. Ga je zitten? Oh ja, eentjes. Alleen die zien jullie net niet, maar ik wel. Ik kan ook foto's maken hoor, tijdens het filmen. Mm-hmm. Doe je goed. Hoe vergaat het je nu eigenlijk met de honden? Hè? Prima. Ja, hoe bedoel je prima? Nou, alleen een beetje last van mijn arm. Ja, want je zei al net van even dat en dat er iemand een hele onverwachte en bewegingen maakt. Vertel ja, daar eens wat over. Ik ging in één keer die kant op, terwijl ik die kant had verwacht. Dus ja, ja? Een klapje armietje naar achteren, een beetje de vervelende kant op, zeg ik zo even zeggen. Ja, en wie van de twee was dat? Ja, dat kleine hommeltje. Hommeltje nog, ja. Kijk. Hommeltje. Ja, en waar zijn we over aan het discussiëren op een leuke manier? Bijzonder naam voor jouw Facebookpagina. Nee, YouTube-kanaal. Er zijn een aantal namen de revue gepasseerd, maar allemaal afgekeurd. Ja, en zoals? Welke namen? De Hommeltjes. Ja? Nee, maar daar kwam ik eigenlijk mee. Okay. Want Emma, dat lijkt heel veel op en op de Hummeltjes en dat wil ik niet. Kan je daar meeliften op hun succes? Nee, dat, en dat vind ik niet leuk. Blauwe duimpjes omhoog, zei ik, YouTube kanaal. Nee, mijn dieren die komen er toch heel veel in, maar... De LNL. Lady en Lofrie, ja. De twee L'en, zeg maar. Ja. Karis Dierensite. Nee, Dierenkanaal. Ja, ik doe met site, want ik ga alles over dieren. Ja. Dan kunnen andere mensen geïnterviewd worden door jou en door mij. Betreft hun dieren. Dat komt er ook op jouw kanaal te staan. Ja. Bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld, ja. Over wandelingen, want dat vinden we toch eigenlijk wel het leukste. Ja. En dieren opvangen, want dat gaan we ook doen. Ja, alleen niet als ze de luchtballen vallen, dat is wat anders. Een hele andere soort opvang. Ja. Het is raining cats and dogs, wordt wel eens gezegd, maar dat is een gezegde uit Engeland. In de tijd dat katten en honden op zolder waren. Ja. Het regende zo hard dat het dak
ging lekken en de vloer rot werd, dat die katten en honden naar beneden vielen. Ja, dat is niet echt de bedoeling, nee. Dat is niet de bedoeling, dat soort opvang hebben we niet. Nee. Het is meer het opvang van tijdelijk onderdak geven. Ja, voor welke honden alles toch? Of is het alleen maar huskies? Oké, eerst van alles en nog wat. Hè? De voorkeur voor huskies. Yep. Bolle, kom. Hartje. Gaan we netjes lopen? Wat denk je? Wat jij doen? Ik wou het net zeggen, dat zag ik ook eventjes in mijn ooghoek. Ja, maar ik was net eventjes in te laat om eventjes dat te gaan filmen. Maar oké. Dat is een auto die probeerde in te parkeren. Dat is deze auto. Nou, langs rijden. Vind ik helemaal dendend. Graskant, allebei. Nu. Nou, we gaan alweer op huis aan. Nou, en Den Haag. Ik vind het heel leuk. Dank jullie wel. Kijk, Den Haag wenst u een... Ja, dan ga jij er doorheen lopen. Bedankt. Den Haag wenst u een bruisend in 2018. Nou, dank jullie wel. Mag je hier rijden met de scooter? Nee. Zo, en wat voor ervaring heb ben jij nu weer, Rijker? Een moederinstinct ervaring. Vertel. Van Bolle hier. Van een lady gewoon. Ja, zwarte. Ja, ja, vertel, want? We kwamen met twee honden aan. Ja, twee honden en die daar ergens verderop lopen, die ja. Die kwamen vanuit ons tegemoet lopen. Ja. En de honden liepen eigenlijk zo, zeg maar, naast elkaar een beetje. En de lady begon in één keer... Ja, wat breder, groter, hoger te worden. Ja. Ik weet hoe ze dat doet, maar dat deed ze. Ja. En het was een beetje alsof je door een bulldozer wordt voorgetrokken. Ik weet niet of je dat kent, dat idee? Ja, dat kan ik. In plaats van een sportwagen, ja. Is zo'n bulldozer. Die gaat in één keer massief vooruit, verdedigend. Ja. Dat is een lap achter. Dat wordt even terugtrekken en in je toom houden. Kom, ja. Kom. Kom mee. Dus, en hoe was dat? Dat was een innoverende ervaring. Mooi zo, dat doen we goed. Nou, we zijn bijna thuis. Ja, en Miepie die heeft dus in het water gestaan. Maar daar hebben we dus ook allemaal kleine pootjes. En daar hebben we grote pootjes. Kijk, hier hebben we hele grote pootjes. En hier hebben we hele kleine pootjes, ja. En daar hebben we hele grote voeten. Hele grote voeten. Nou, die bij jou zijn groot. Niet waar. Eén maat, precies. Eén maat, kijk, dat is mooi. De kleine loopt voor en de grote die loopt achter. Joepie! Ja, die duwen. Lekker aan het vloggen, s'avonds en wel. Precies. Hondenvlog, een wandelvlog. En die kleine die heeft een hele grote lijn nu. En die grote die heeft een hele kleine lijn. Eigenlijk haar lijntje, ja. Right. Ja.
Ben je lekker aan het snuffelen, kind? Ja. Nou, dat ze weet hoe ze staat, zo meteen. Zit. Ja. Ja, kom. Die kleine heeft er zin in. Ja, die kleine heeft er zin in. Dan zijn we weer bijna thuis. Leuke wandelvlog. Moeten we wat vaker gaan doen, denk ik. Gewoon hoe groeit een hondje op? Heerlijk, het is heerlijk weer. Ik loop eigenlijk met mijn jas open al de hele dag. En de hele tijd en met het wandelen. En we horen al vogeltjes fluiten en die nu eigenlijk en nog niet eens horen te fluiten. Heel vroeg op de dag. Heel vroeg ja, want het is al 12 uur geweest. Bijna half 1 of zo. Nee, het is 11 over 12. Okay. En ten tweede, het is veel te vroeg in het jaar. Het is net nieuwjaar geworden. Dat klopt niet. Nee, en want er was ook wel iets aan het groeien, hè? Ja, plantjes die normaal in maart, april horen te bloeien. Nee, kom. Kom eens hier. Kom eens hier. Ja. Hier. Zit. Zit. Nu. Eén dingetje los. Eén dingetje. Kleine! Hey! Hey! Ga mee! Yeah! Ga je mee naar huis, hè? Ja, kerstboompje. Ga je mee? Ga mee? Nee. Ga mee naar huis. Kom, naar huis. Kom dan. Oh ja, goed zo. Altijd, hè? Als ze thuis komen, dan ga je hier nog altijd even een plasje doen, hè? Ze weet gewoon het huis te vinden, hoor. Mensen, dit is toch geweldig. Ga eens maar zitten. Ga eens maar zitten. Hutsen, blijf, hè. Zit. Zit. Hutsen. Naar boven, kom. Naar boven, Lofrie, kom. Kom, kom. Nee, die ook deze kant op sturen. Nee? Nee, kom! Nee? Ja, zitten, plaats jij, kleine. Zitten.
Jullie hebben het heel goed gedaan.